Hi. Heb je even tijd? Ik wil iets laten zien. Ik moet zo weg. Duur niet lang. Ga je verhuizen? Het is een prachtig huis. Van alle gemakken voorzien. Sauna, jacuzzi, stoombad. Doe maar. Frankrijk? Ja, ja, daar heb ik altijd wel graag een huis willen hebben. Vind je dat? Nou, als je zelf maar wat vindt, toch? Het is ook voor jou. Het is 20 minuten van het vliegveld. Het strand is vlakbij, dus je kan lekker rennen, maar het centrum is ook niet ver. Is dit vanwege Nick? Nou, het is tijdelijk. Maar zodra die veroordeeld wordt, kom ik... Ten eerste, jij bepaalt niet wat ik wel of niet doe. En ten tweede, ik ben niet bang voor die gast. En dat ga ik hem duidelijk maken ook. Wat ga je nou doen? Hem in elkaar slaan? Nou, als dat nodig is. Je krijgt Nina niet terug uit haar coma door erop los te gaan rammen. En bovendien, hij stuurt zijn mensen op je af. Dat zien we dan wel weer. Dit is precies wat hij wil. Hij wil dat jij hem aanpakt, zodat hij slachtoffer kan gaan spelen. Waarom is iedereen zo bang voor die gast? Omdat hij... Hij is gevaarlijker dan je denkt. Hij... Het is gewoon een laf, klein mannetje met een ego die te groot voor hem is. Ik ben niet hij bang voor die jongen. Hij lijkt op je grootvader. Ik had het me nog niet eerder gerealiseerd, maar dat is het. Hij heeft diezelfde verdorvenheid. Dit is geen wraak. Dat heeft hij helemaal niet nodig. Hij geniet van de pijn van ander. Nou, dan maakt het dus ook niet uit wat ik doe. Hè? Of ik hem nou in elkaar sla of niet. Hij reageert zoals hij zelf wil. Ik hoef dus eigenlijk helemaal geen rekening met hem te houden. Ik kan gewoon doen wat goed voelt. Nou, dan sla ik hem het liefde als een tand uit zijn bek. Ja, dan, wat bereik je daarmee? Ga alsjeblieft mee naar Frankrijk. Al mijn vrienden die wonen hier. Ik woon hier. Ik laat me niet wegjagen. Doe niet zo dom. Je stelt je alleen maar zo op omdat ik hiermee kom, hè? Naar Janine, naar Nou, naar ieder andere zou je wel luisteren. Waar ik ook mee kom. Wat ik ook zeg, je keurt het af. Prima. Maar dit is iets belangrijks. Dit gaat om jouw leven. Je leven op het spel zetten vanwege je rancune is dom. Waarom blijf jij denken dat ik met jou bezig ben? Omdat ik jouw hele leven overhoop gehaald heb. Ja, en daarom hou ik ook afstand van jou en van Ludo. Ik zit niet op jullie te wachten. Ja, maar dat komt door wat ik gedaan heb. Snap dat... Ik ben niets van jullie. En ik wil ook niets van jullie. Ik word bij al jullie shit betrokken. Ik word naar het buitenland gestuurd. Het hele leven van jou en de rest van de familie Sanders, die draait maar om één ding. Dat is je bek houden en doen wat je gezegd wordt. Dat is helemaal niet waar. Nou, ik doe daar niet aan mee. Je loopt gevaar. Als jij mij niet loslaat, wel ja. Omdat jij doet alsof wij familie maar zijn. Maar dat zijn we toch ook? Jij bent niets van mij. Niet weggaan. Als jou iets overkomt, dan weet ik niet wat ik moet doen. Ik weet dat ik voor jou heb afgedaan. En dat accepteer ik ook. Maar wat je ook doet, wat je ook zegt, je blijft wel mijn zoon. Je hebt het al over gehad. Ik heb je 1 keer opgegeven, dat doe ik niet meer. Sinds ik weet dat Nick hierachter zit. Ik denk steeds, wat als hij jou had ontvoerd? Jij hebt een heel ander temperament dan Lucas. Jij zou in verzet gaan zoals je nu ook op hem wil afstormen. Jij zou dat niet ondergaan, maar je zou terugvechten. Maxine. En dat bewonder ik juist in jou, dat onverzettelijke. Als Nick jou zou opsluiten, jij zou tekeer gaan en je zou niet stoppen tot... Nachtmerries heb ik daarvan en daar kan ik allemaal mee leven. Maar ik wil niet dat het waarheid wordt. Moeder en zoon. Van een fraai tafereel. Wat kom jij hier doen? Ik kom van Lucas. Jij hebt zoveel lef, jongen. Hij is er niet. En jij blijft sowieso uit zijn buurt. Ik had gehoopt dat jij anders zou reageren dan de rest. Geef me in ieder geval de kans om mijn kant van het verhaal te vertellen. Je gaat nu weg of ik bel Aysen? Ik ben hier met goede bedoelingen. Lucas heeft een verschrikkelijke tijd achter de rug. Dat komt door jou. Lucas, die heeft niks te maken met de vete tussen jou en Ludo. En Nina ook niet. Vincent, alsjeblieft. Als jij wil geloven dat ik hierachter zit, ga je gang en sla. Een paar uur geleden dacht ik inderdaad nog dat me zo opluchtte, man. Maar nu oprotten. Ik wacht op mijn neef. Je laatste kans. Bel. Dan leg ik Aysen uit wat ik hier kom doen en dan vertrekt ze weer. Ik doe niets verkeerd. Jij voelt je heel wat, hè? Weet je hoeveel moeite het me kost om hier te komen? Ik weet wat iedereen over me denkt. Ik ben terug naar Meerdijk gekomen omdat ik mijn zoon weer in mijn leven wil. Alsof ik dat op het spel zou zetten. Wat onze familie ook probeert wijs te maken. Jij als geen ander zou moeten weten hoe dat voelt. Als je echt daadwerkelijk al die jaren zo naar je zoon hebt verlangd. Houd je bek! Tenzij dat een lulverhaal is natuurlijk. Als zij zich altijd moeder heeft gevoeld, waarom heeft ze dat dan zo lang verborgen gehouden? Jouw leven draait alleen maar om jou en om niemand anders. En jij bent een sukkel om te geloven dat ze daadwerkelijk heel veel om je geeft.
dit, prinses! Wat? Laat hem los!